Welkom bij deze Blitz tutorial. Vandaag gaan we BI Publisher Reports importeren. We gaan er een kleine aanpassing aan doen en dan gaan we het delen met onze gebruikers. Oké, laat me dat even sluiten. Blitz Report is beschikbaar voor alle verantwoordelijkheden. Dus als je een ontwikkelaar bent, heb je de ontwikkelingsmodus. Als je een gebruiker bent, kun je natuurlijk alleen rapporten uitvoeren. Ik ga hier Blitz Report openen. Ik ben in de kostprijsmodus. En ik ga op Setup klikken omdat ik de ontwikkelingsmogelijkheden heb. Ik ga een BR Publisher rapport importeren. In dit specifieke geval heet het All Inventory rapport. En dat ga ik importeren. Dit zal alles binnenhalen van de SQL in het pakket. Het kostprijspakket hier, het standaardpakket van Oracle. Je kunt dat pakket eigenlijk openen en als je geïnteresseerd bent bekijken. Daarin kun je het originele SQL pakket van Oracle zien met al zijn mooie opmaak. Dat gaan we niet doen. We hebben onze SQL hier toch al in staan. Het heeft de parameters overgenomen en de rapporttoewijzingen zijn er ook. Wat betreft ontwikkeling hoef je eigenlijk niet veel te doen. We zijn ongeveer 35% klaar met het proces, zou ik zeggen. We gaan dit in zijn standaardformaat uitvoeren. Hier zie je alle parameters. We klikken en draaien. En het zal de outputs via de Concurrent Manager naar Excel sturen. Dit is het rapport, erg vergelijkbaar met dat van Oracle. We zullen even snel vergelijken. Ze houden wat van de headergegevens erin, wat een beetje vervelend is als je met spreadsheets werkt. En vaak doet Oracle een soort ouderkind ding, waardoor het niet echt werkbaar is met Excel. Daarom is het veel makkelijker om ze in Blitz Report te brengen, ze opnieuw te bewerken en ze dan terug te geven aan de gebruiker zonder dagen te hoeven besteden aan het uitwerken van XML-code en zo. Dus, oké, Bram, ik detecteerde net dat we een extra kolom hebben. Die kan ik kiezen of, dus als we teruggaan naar de setup, als we dan, we kunnen de kolom hier wijzigen, verwijderen of op een makkelijkere manier verwijderen. Wat ik je zal laten zien met behulp van schablonen die beschikbaar zijn voor zowel de ontwikkelaar als de gebruiker. En hoe dat eruit ziet is heel erg zoals hier. Je hebt, dit is de kolom, de storende kolom. We hebben de pijlen waar je kolommen omhoog en omlaag kunt verplaatsen om ze beschikbaar of weergegeven te maken. Je kunt multiselecteren, je kunt dingen omhoog verplaatsen. Omlaag, dus vanuit gebruikersperspectief, geeft het hen heel erg de mogelijkheid om het rapport in de juiste volgorde weer te geven. En dat is uiteraard hun voorkeur. Maar als ontwikkelaar zou je een schabloon opslaan, je kunt dat delen en dan zouden de gebruikers geen verder werk hoeven te doen. Laten we het nu uitvoeren en controleren of we alles hebben wat we nodig hebben en dat onze kolom is verwijderd. Dus daar is de oude en nu is er de nieuwe, zoals gepresenteerd via het gelijktijdige verzoek. Je kunt die daarboven zien op de gebruikelijke manier als je ernaar verwijst. Ik ga gewoon een extra parameter toevoegen omdat iemand heeft gevraagd om een extra parameter aan het rapport toe te voegen. Heel eenvoudig te doen, gewoon simpelweg naar beneden peilen en je kunt alle beschikbare parameters hergebruiken. Ik ben geïnteresseerd in Organisatie Manager, waarvan ik toevallig weet dat het het magazijn is en ik ga dat hierheen brengen. Tap naar het ankerpunt en ik ga dat gewoon veranderen om overeen te stemmen met organisatie. En dan het record opslaan. Dus dat is alles wat je moet doen voor parameters. Alles heel eenvoudig. Ik zei dat je je eigen kunt maken of bestaande kunt hergebruiken van alle andere Blitz-rapporten. Nu, binnen de toewijzingen, zoals ik al zei, heb je de mogelijkheid om toe te wijzen aan een gebruiker en zetten of aan een toepassing of verzoekgroep. Laten we dat nu opnieuw uitvoeren. We zouden onze nieuwe parameter moeten kunnen zien. Daar is het. We hebben nu de mogelijkheid om uit verschillende magazijnen te kiezen als we willen. Ik heb ook een standaard ingebouwd. Ik ga dit nu opnieuw uitvoeren. Gewoon om zeker te zijn dat het werkt. En dan hebben we weer ons rapport dat we kunnen afstemmen. Ervoor zorgen dat het in overeenstemming is met de standaard. Dat ga ik niet doen. Ik ga op dit punt terug en ik ga je iets anders laten zien.
Dus het kan nu zijn dat je wilt zeggen: oké, ik heb een basis sanity test gedaan en nu wil je op de 9e, 4e, 20e. Dus daar is je versiecontrole. Het kan nu zijn dat, oké, je wilt plaats dit in een andere omgeving. Dus inderdaad, wat we zouden doen is dit exporteren en we kunnen dit exporteren als een rapport XML en dit zal naar je lokale download map gaan of waar je ook hebt ingesteld om dat te doen. Ik sluit dat weg en zo, dat is onze ontwikkeling in een notendop. Als we dat rapport naar onze nieuwe omgeving zouden brengen. Dus laten we zeggen dat we het verplaatsen naar een systeemintegratietest of UAT. Dan zou je hier simpelweg naar binnen gaan en importeren. Dus oké, wat ga je importeren? En je zegt, nou, het is XML. En dan moet ik mijn bestand selecteren. Bestand dat ik zal bladeren en vinden in mijn download. En dan gewoon indienen. De procedure zal dan de nieuwe versie van het Blitz-rapport binnenhalen. En daar is het voor ons. Dus om samen te vatten wat we hebben gedaan. Stap 1 is uiteraard, je moet Blitz-rapport installeren. Stap 2 is dat we het standaard BI Publisher-rapport hebben geïmporteerd. Stap 3, we hebben het getest. Zorg ervoor dat het goed draait. 4, we hebben een parameter toegevoegd. En dan 5, we hebben wat versiebeheer gedaan. En we hebben het vervolgens gedeeld tussen verschillende omgevingen. En dat alles binnen, nou ja, minder dan 10 minuten. Dus je kunt de snelheid zien waarmee je deze rapporten kunt ontwikkelen of wijzigingen kunt aanbrengen. En weet je, dingen zoals dat. Blitz software is gratis beschikbaar om te proberen voor je eerste 30 rapporten. Dus waarom kom je niet naar de Engine Genetics site en download en installeer Blitz Report? Probeer het zelf of ga inderdaad naar de demonstratieomgeving op onze website. We hebben een aantal blogs op ons resource blogkanaal en we hebben ook het YouTube kanaal waar deze video zal worden opgeslagen. Oké, dat is alles wat ik je vandaag ga laten zien. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor je tijd. Tot ziens van mij.